Suriname en Antigua en Barbuda gaan samenwerken. Nederlandse rechter geeft goedkeuring aan uitlevering Oudiet. En Venezuela vraagt ondersteuning van de regio. Van harte goedenavond. Het is vrijdag 24 mei 2019. De STVS met het journaal. De samenwerking tussen Suriname en het Caribisch eiland Antigua en Barbuda wordt binnenkort uitgebreid en voortgezet. Dit bevestigde landbouwminister Rabin Permisser gisteren tijdens zijn veldbezoek in het Weg naar Zeegebied. Antigua en Barbuda werden op 6 september 2017 getroffen door orkaan Irma. Kort na deze slag kreeg het eiland op 18 september van hetzelfde jaar wederom te doen met een andere orkaan, orkaan Maria. Deze rampen hebben grote schade toegebracht aan de verschillende sectoren, waaronder de landbouwsector. Suriname kan nu een belangrijke rol innemen als het gaat om de ondersteuning van deze eilanden. Volgende week komt de premier van Antigua hier. En ik ben een van de ministers die heel intensief met hem moet praten, onderhandelen. En kijken welke landbouwgewassen wij op een structurele manier kunnen exporteren. Dat zijn zaken die heel hoog op de agenda van mij en van de regering zijn. Permisser maakte duidelijk dat het ministerie zich sterk maakt voor duurzame landbouwontwikkeling met als doel voedselzekerheid en voedselveiligheid. Vooral het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij voedselproductie moet op een verantwoordelijke manier gebeuren. Er wordt veel chemicaliën gebruikt, maar we gaan niet schreeuwen op een hele negatieve manier. We moeten die zaak en dan positief met voorlichting, education, dus de mensen dat bijbrengen waarom het niet goed is. Ja, toch? Ik zal niet in detail gaan, maar ik ken heel wat mensen die huiverig zijn om groenten te kopen op de markt. Als we dat weten, we moeten toch niet alleen keuren voor het buitenland. We moeten ook gezond voedsel brengen voor onze eigen mensen. Hiervoor wil het ministerie de landbouwers landelijk op structurele wijze trainen. Om het gebruik van bestrijdingsmiddelen op verantwoorde manier te gebruiken. Daarnaast gaat het ministerie voor het behoud van de bodemstructuur. De boer is een practicus. Begrijpt u? Ik ben een practicus. Maar de theorie moet je van de mensen die deskundig zijn, van die moet je die theorie krijgen. En die theorie is behoorlijk belangrijk in de landbouw. Dus zonder meer is dat echt een belangrijk iets. De Nederlandse rechter heeft toestemming gegeven om de ondernemer Raj Oudiet, die in verband wordt gebracht met drugsmokkel, uit te leveren aan de Surinaamse justitie. Eerder had het Openbaar Ministerie om uitlevering van Oudiet gevraagd. In Nederland werd deze zaak aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Volgens de advocaat van Oudiet, Erwin Kanhai, zou zijn cliënt bereid zijn mee te werken aan het onderzoek, maar zou hij vanwege gezondheidsredenen genoodzaakt zijn in Nederland te blijven. Minister Stuart Getrouw heeft namens de staat in deze kwestie het rechtshulpverzoek ingediend bij de Nederlandse justitie. Veel ga ik er niet over zeggen. Ja, want het is het Openbaar Ministerie dat in die zaak, in die kwestie, nu aan zet is. En u kent mijn policy, ik heb het vaak genoeg gezegd. Wanneer we praten over die democratische rechtsstaat, is het die scheiding der machten. Was dat ook niet op uw bord? Wanneer het gaat om het tekenen van de rechtshulpverzoeken, dan is de minister het uitvoerend orgaan wat dat betreft. Maar de verdere uitvoering, dan is het het Openbaar Ministerie. De ondernemer die in verband wordt gebracht met de vondst van een vliegtuig met bijna 500 kilo drugs op zijn terrein vorig jaar maart, werd op verzoek van Suriname opgepakt in Nederland. Nu ligt het volgens minister Getrouw aan het Surinaamse Openbaar Ministerie wat er verder zal gebeuren met dit onderzoek. Het Openbaar Ministerie is belast met de vervolging en daarom mag ik niet komen. Ja, het enige wat er kan gebeuren is dat het Openbaar Ministerie de opdrachten geeft aan de uitvoerende macht, dat is het Korps Politie Suriname, wanneer er een nader onderzoek moet worden verricht. Ja, maar de richtlijnen komen vanuit het Openbaar Ministerie en daarom mag je helemaal niet komen. Suriname heeft als lidstaat van de Caribbean Financial Action Task Force, een zusterorganisatie van de Financial Action Task Force, het National Risk Assessment 2020 NRA gelanceerd. Een van de belangrijke aanbevelingen behelst het tegengaan van money laundering en het tegengaan van financiering van terrorisme.
Minister Stuart Getrouw gaf aan dat ons land volgens de huidige planning reeds medio 2020 zal worden geëvalueerd door de Caribbean Financial Action Task Force. Daarbij zal worden vastgesteld in hoeverre ons land de aanbevelingen van de Financial Action Task Force correct heeft opgevolgd. Indien Suriname de evaluatie niet succesvol doorstaat, zal dit enorme nadelige gevolgen hebben voor Suriname, met name voor het geheel financieel systeem. In ons land is de Steering Council, dus dat is het ministerie van Justitie en Politie, ministerie van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname het orgaan belast met de coördinatie van RRA, bijgestaan door de Nationale Anti-Money Laundering Commissie. De procureur-generaal fungeert als voorzitter van deze commissie, die verder bestaat uit vertegenwoordigers van de Centrale Bank van Suriname, het meldpunt ongebruikelijke transacties, het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jongeren van Saramaka hebben vandaag informatie gekregen die voor hen niet makkelijk binnen handbereik is. Het studentenbestuur van scholengemeenschap MAHO, SGM, heeft in samenwerking met de decanen een informatiedag gehouden. Verschillende scholen uit het district werden hiervoor uitgenodigd. Solange Cromocario, voorzitter studentenbestuur SGM, gaat hier verder op in. Ons doel namelijk hiermee was om de kinderen van Saramaka meer informatie te geven of zelf informatie te nemen over bij welke instituten ze kunnen gaan en welke opleidingen ze kunnen krijgen. Wij hebben dit gedaan voor de kinderen van Saramaka omdat het niet iedereen lukt om naar de stad te gaan om informatie die je hier kan krijgen helemaal in de stad kan nemen. We hadden een lagere school hier, een Milo school en natuurlijk de leerlingen van SGM MAHO. Ons doel was de ontwikkeling van het kind, wat ze later willen worden, welke beroep ze willen beleiden later, hun informatie meer uit te breiden, zodat ze exact weten wat ze willen en eerder doelgericht kunnen zijn. Verschillende opleidingsinstituten zoals Janssen en Partners, IHTC en UNAZAD hebben tijdens de beurs informatie verstrekt over de studiemogelijkheden na de middelbare school. Daarnaast zijn organisaties zoals de afdeling Jeugdzaken van het KPS en Stichting Lobby in de gelegenheid gesteld om informatie die voor deze doelgroep belangrijk is te delen. Vooral de informatie vanuit het KPS werd met heel veel aandacht gevolgd. De scholieren gaven aan dat zij deze ochtend als leerrijk hebben ervaren. Wat heb je meegekregen? Wat denk je dat je dan later wil worden? Ik vond het leuk. Ik vond dat het een goede school is. En ik vond het leuk om dit te volgen. En dan kan je weten wat je in de maatschappij kan worden. Je kan weten wat je gaat worden, welke opleiding je kan doen, wanneer je bent geslaagd van de Milo. En een paar stimulatie hadden we ook gekregen. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik ga worden. Sommige kinderen weten nog niet wat ze willen. En dit helpt hen echt om op een idee te komen wat ze precies willen doen na de middelschool. Eerder wist ik nog niet waarvoor ik moest gaan. Maar nu dat ik meer informatie heb, weet ik waarvoor ik moet gaan. Ik heb onthouden van dat je geen strafbare feiten mag doen. En niemand aan mag raken. En je best moet doen op school. Ik heb geleerd dat je dingen niet moet stelen op school. Je best doen op school, dan kan je iets goeds in de maatschappij worden. Niet vechten en niet langs de straat gaan wandelen met vrienden en op school rustig zijn naar de juffrouw luisteren. De training of trainers, opleiding voor landbouwvoorlichters van het ministerie van LVV, is na 3 intensieve trainingsmaanden succesvol afgesloten. Op woensdag 23 mei 2019 mochten 20 cursisten hun certificaat in ontvangst nemen. De training of trainers, Farmer Field School to Improve Cassava Production and Productivity in Suriname, is gefinancierd door de Caribbean Development Bank, de CDB, en geïmplementeerd door de Food and Agriculture Organization of the United Nations, de FAO. De landbouwvoorlichters hebben een opgrading gehad in landbouwtechnieken en kennisoverdracht. Het aangeleerde moet vervolgens toegepast worden bij het trainen en begeleiden van medevoorlichters en landbouwers. Dit concept
wordt de Farmer Field School FFS genoemd en is in Suriname vrij nieuw. Er worden tools aangereikt om de boeren praktisch te benaderen door onder andere samen het veld in te gaan. Naderhand worden de resultaten bekeken vanuit het perspectief van de voorlichter om vervolgens samen met de boer eventueel verbeterend en oplossingsgericht te werken. Tot zover het Nationaal Nieuws. Voor nog meer info volgt u de STVS-website via stvs.sr. Dag.